Haarlanden voetbalweekend. We gaan weer praten over actuele voetbalonderwerpen. En we kijken nog even terug naar het afgelopen voetbalweekend. Dat doen we met drie analisten. Dadelijk na de reclame. Blijf kijken dus. Asta Casino op het Spui 27 in Den Haag is vanaf nu 24 uur per dag geopend. Het gezelligste casino van Den Haag en omstreken. Speelbewust 18 plus. Welkom bij Sir Winston. Een bijzondere gebeurtenis, een drankje op het terras of heerlijk bij ons dineren. Tot ziens bij Grand Café de Halve Maan naast Casino Rijswijk. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Weekend. We gaan weer actuele voetbalonderwerpen bespreken, maar ook terugblikken op het afgelopen voetbalweekend. En dat doe ik met onze analisten deze week, René Pas, Pieter Donat en Rob Blankenstein. Heren, hartelijk welkom. Nou, dadelijk gaan we beginnen even terug te blikken op het weekend. Allereerst de zaak, zal ik maar zeggen, BMT. De club werd door de KNVB, door het bestuur amateurvoetbal, uit de competitie gehaald. Vervolgens kwam een uitspraak van de tuchtcommissie. De club was niet schuldig aan het staken van die laatste wedstrijd. Ja, en dan denk ik om dat bericht toch van het bestuur van BMT. Van, joh, we zetten er een punt achter. Volgend seizoen geen selectievoetbal meer op de zondag. Ja, toch wel verrassend. Had ik niet verwacht. Maar goed, als je echt clean naar die zaak kijkt. Ik denk dat het geen onverstandige beslissing is van het bestuur van BMT. Die willen natuurlijk af van die naam, met name op die zondag. Constant ellende. En je kan ook kort of linksom redeneren. Het is niet goed voor je naam. En dan weten ze wel dat ze op een gegeven moment door die zondagselectie daaruit te halen op het laagste niveau moeten beginnen. De vierde klas op de zaterdag in dit geval dan. Ja, dan moet je maar afwachten hoeveel van die selectie er meegaat van die zondag naar de zaterdag. Maar al met al vind ik het geen onverstandige beslissing. Alleen je zit wel met het probleem van twee trainers die je bij de zondagselectie hebt. Arie van der Pat en John de Wit. Wat doe je daarmee? Ja, ik heb wel begrepen dat ik sprak gisteren de secretaris van de club. Die inderdaad zegt van, nou, we hebben dit gedaan. We gaan echt schoon schip maken. Het zou er wel eens op neer kunnen komen dat 40% van die seniorleden inderdaad de club moeten verlaten. Omdat we niet langer prijs stellen op hun lidmaatschap. Maar hij zegt er wel bij, daar hebben we wel een beetje ook de steun van andere clubs nodig. Want ja, er wordt, wat jij nu zelf zegt, er wordt een bepaald stempel op je gedrukt. En als wij natuurlijk nu schoon schip maken, dan hoop je wel dat mensen toch wat anders naar ons gaan kijken. Ja, maar wat doe je dan met de steun van de andere clubs? Nou, de andere clubs, je tegenstanders, want je merkt nu op een gegeven moment dat ja, iedereen heeft wel een mening. De naam is natuurlijk bedoezeld, zeg maar, van ja. BMT. En inderdaad, ik denk wat Rob zegt, dat het niet eens zo onverstandig is. Ik bedoel, zeker gezien de ervaringen dat toch veel ploegen nu gaan kiezen voor de zaterdag. Ja, alleen ze zullen inderdaad onderop moeten beginnen. En ja, de vraag is hoeveel spelers... De zaterdag speelde al in de vierde klas. Die speelde in de vierde klas, ja, daarom. Ja, en voor Arie van der Pat is het bijzonder sneu natuurlijk. Want ja, hoe gaan ze daarmee om? Hoe wordt dat afgehandeld allemaal? Want hij heeft natuurlijk geen club nu. Nee, komt niet meer aan een club. Althans, er is bijna niks meer beschikbaar. Maar zoveel spelers van de zondag naar de zaterdag. Er gaan degene die dus, laten we zeggen, gescreend worden en door mogen. Er gaan inderdaad een aantal naar de zaterdag. En de anderen gaan ze gewoon afscheid van nemen. Ja, maar Tom, afscheid nemen, ik vind het eigenlijk wel bijzonder. Je gebruikt het woord niet, maar het mag ook geloof ik niet meer gebruikt worden. Het woord ballotage. Want dat was vroeger natuurlijk, ga je mensen beoordelen. En waar ga je ze op beoordelen of ze wel lid mogen worden, ja of nee? Ik vind het wel voorbarig om nou die hele zondag standaard op te heffen. Want wie vallen er in die ballotage? Wat zijn de criteria daarvoor? Is dat achtergrond? Is dat familie? Is dat, en dan weet je nog niet of je dan goede keuzes maakt. Het is toch een beetje doorgeslagen dat één speler die door het lint gaat. Nou, wat ik toch een paar keer één speler geweest. Een paar keer één speler mee eens. Maar dan kan je ook je vraag terugstellen bij de begeleiding. Is dit jaar het duo John de Wit met Arie van der Pat wel helemaal capabel geweest? Of goed de zaak in de hand gehouden? En hadden die niet strakker op de selectie moeten zitten, dan hadden ze misschien niet zo uit de band gesprongen. En dan was daar meer discipline geweest. Dan hadden ze helemaal dat probleem niet gehad. Maar dat is
allemaal dus, achteraf natuurlijk. Ja. Je moet nu wat gaan doen. En ja, ik denk dat ze dat verder dan wel... Ja, het is natuurlijk ook een optelsom. En dan word je ballotage. Kijk, elke club tegenwoordig heeft... Als je een goede club bent, dan heet het tegenwoordig een welkomstgesprek. Ja. Maar je bedoelt eigenlijk te zeggen van... Ik moet even kijken wat krijg ik voor vlees. Even naar de andere studenten kijken. Ja. Ja. Maar goed, de bestuur heeft nu een statement gemaakt. En ik denk, zeker ten opzichte van toekomstige tegenstanders... Dat helemaal geen onverstandige zaak is. Nee. Het toont tot de goede wil, zeg maar. Helemaal van vooraf aan weer gaan beginnen. Want destijds met John de Wit zijn ze ook in de vierde klas begonnen. En opgeklommen uiteindelijk naar de eerste klas. Dus ik denk dat het gewoon een goede zet is. Ja, Rob, jij zei van, wat doen ze met Arie van der Pad en John de Wit? Maar John de Wit was toch al weg? Ja. Die is toch weg al aan het eind van het seizoen? Ja, klopt. Van wel. Maar ja, goed, omdat ze nu weer op het laagste niveau begint. En ze erg gecharmeerd zijn, heb ik begrepen. Het bestuur en de spelers van John de Wit. Zou het helemaal niet onlogisch zijn of ondenkbaar zijn om hem toch weer te bewegen. Om bij die zondag vierde klasse te beginnen. Zaterdag vierde klasse natuurlijk. Ja, mijn punt blijft overeind. Ook volgend jaar heb je nog geen garanties dat er niet weer iemand door het lint gaat, individueel. Maar dat, dat heeft nu geen enkele club garantie. Nee, ik bedoel, het zijn altijd heel vaak spelers, als er een keer wat misgaat, dan hoor je altijd van een club zeggen van, begrijp dat niet, want het is een hele aardige knol, daar hebben we nooit problemen mee. Ja, maar hun is het, wat Tom ook zegt, het is niet één keer een speler, het is al een keer of 5-6 gebeurd de afgelopen twee seizoenen. En de club kent natuurlijk, dat bij elke vereniging, elke club kent zijn Pappenheimers, dus weet wel op een gegeven moment wie een kort lontje hebben. Nou goed, en die heb je er op dit moment denk ik even niet bij nodig. Nee. Dat is waar. Gevaar is natuurlijk alleen dat die gaan misschien elders voetballen en daar moet je natuurlijk als club wellicht alert op zijn dat je dan niet, laten we zeggen, de spelers die verantwoordelijk zijn voor vervelende dingen, dadelijk bij je andere club binnenkomt wandelen. Kijk, ik loop veel langs de voetbalvelden en nogmaals eenmaal een keer mijn punt. Het gaat toch om de begeleiding en coaching. Ik heb alle niveaus, ik zie veel wedstrijden in de vierde klas, dat trainers als een gek staan te ageren tegen de scheidsrechters en tegen spelers. Denk van ja, hou je nou rust, want als die spelers door het lint gaan, begin langs de kant als begeleiding. Helemaal waar. En dat gebeurt te weinig nog, daar wordt te weinig op ingezoomd. Ik ben het eens, BMT is een ander verhaal, maar... Er zijn ook diverse clubs die toch eens goed na moeten denken hoe de organisatie en begeleiding rondom met name standaardteams is. Want ook die trainers hebben een goed voorbeeld nodig moeten geven aan die spelers. Helemaal juist. En niet tegen die scheidsrechter te reageren, mond dicht. Ja. En dat gebeurt te weinig. En daar ligt natuurlijk een belangrijke taak voor het bestuur, hè, om vooral preventief te werken. Ja. Je moet niet wachten tot de ellende geschiet. Maar je kan ook tijdig een trainer keertje, laten we zeggen, binnenhalen en... Ja, op zijn gedrag wellicht te wijzen. Maar dat gebeurt bij sommige verenigingen wel, weet ik. Ja. Goed, ander onderwerp. We hebben het er ook wel vaker over gehad. De KNVB maakte bekend plotsklaps dat volgend seizoen de vierde klas wordt opgeheven. Vorige week was die bijeenkomst bij Sepp werd gezegd van, het woordje opheffen was een verkeerd woord. Het was een kwestie van, we bieden geen voetbal meer aan in de vierde klas. Dat is natuurlijk hetzelfde, want... Het effect was natuurlijk gewoon hetzelfde. Hebben ze daar een dikke vertaler van nodig gehad? Maar goed, in ieder geval, nu kwam deze week die bijeenkomst bij Sepp. Nou, die hebben dus duidelijk wel resultaat gehad. Want ja, de aanwezige clubs gingen best nog wel van leer tegen de aanwezige mensen van de KNVB. Daar waren bestuursleden, dat waren medewerkers van de KNVB. En die moesten ter plekke al toezeggen dat die vierde klas, laten we zeggen, het niet meer aanbieden van vierde klas voetbal. In West 2 op zondag, dat heeft men teruggehaald. Ja, maar goed. Ik denk toch dat het uitstel van executie is. Want het seizoen daarop zal het ongetwijfeld wel weer naar voren komen, dat verhaal. Ja. Maar ja, wat ik heel sneu vind, is dat er nu verenigingen getroffen worden door degradatie. Die in de situatie van het seizoen 2016-17, of ja, nee, 17-18, had je gewoon de normale derde en vierde klas. Nou, die hadden never nooit gedegradeerd met de nieuwe constellatie zoals het nu afgelopen seizoen zeg maar van toepassing was. Van hoog en laag en weet ik het allemaal. Ja, het is een warwinkel. Je kan er niet uitkomen op het ogenblik. Ik heb zitten kijken, maar weet we god niet wie er nou gaan degraderen en wie er... Nou ja, dat zei onder andere de voorzitter, de Weert van SVH. Hij zei, ja goed, wij hebben het hele jaar vorig jaar gewerkt om te promoveren. Ja. Wij promoveerden, waren we heel erg blij mee. Wie schetst je verbazing een week later promoveren de hele vierde klas, want die werd opgegeven. En het werd ineens laag en hoog. Hij zegt dus, en nu zijn we de dupe dat we eigenlijk door zo'n constructie alweer terugvallen naar die vierde klas. Maar in die verklaring staat dat ze gaan ook die inschrijvingstermijn verlengen. Hè? Dus nog een jaar wordt er gekeken. Nou, wie weet, na een jaar gaan ze weer beginnen waarschijnlijk. Hetzelfde weer. Maar ja, de club krijgt wel meer tijd om overleg met de KNVB. Wat gaan we precies doen? Klopt. Maar wat er ook in staat is dat er gekeken wordt of er horizontale doorstroming mogelijk is van de zondag naar de zaterdag. En daar zet ik grote vraagtekens bij. Want
Ik geloof dat we allemaal weten dat dat zondag minder clubs zijn, waardoor het niveau op zondag waarschijnlijk niet even hoog is als dat van de zaterdag. Dan speelt iemand half in de middenmoot van de tweede klas en die wordt dan doorgeschoven naar de middenmoot van de tweede klas zaterdag. Ik vraag me af of dat wel eerlijk is en of dat wel reëel is. Ja, maar goed, zover is het nog niet. Nee, maar het wordt onderzocht en ik ben altijd al bang als ik lees onderzocht dat ze het eigenlijk al willen gaan doen. Ik begreep overigens, die ben ik dus bij Sepke, heel veel clubs waren ik tevreden, maar toevallig sprak ik deze week Tom Boefing, die ook aanwezig was op die bijeenkomst. Maar die zegt al dat heel veel clubs op dit moment helemaal niet blij zijn over wat er weer in het persbericht stond. Want hij zegt, zoals het er nu uitstelt, ja, dan zeg je van, wat Rob al zegt, het is gewoon een uitstel van executie. Ja, het gaat volgend seizoen gewoon gebeuren. Tuurlijk, dat gaat op langere termijn gaat het gegarandeerd plaatsvinden. Ze zullen misschien nu in een overgangsfase toe gaan passen voor een jaartje. En dan volgend jaar gaan ze daar. Overigens is het wel zo dat clubs die al gekozen hadden om naar de zaterdag te gaan, daar wordt mee gesproken nog. Althans, die opdracht kregen die mensen mee om met al die clubs die dat besluit genomen hebben, om in ieder geval te gaan praten of ze wellicht nog bereid waren om door te gaan op de zondag. Dat is een enkele, dat is Toefaan. Onder andere Toefaan die daar vanavond over beslist. Maar bijvoorbeeld HMC heeft al gezegd van wij blijven kiezen voor de zaterdag. En zo zijn natuurlijk heel veel clubs die heel bewust voor die overgang gekozen hebben. Dus die zullen niet veranderen. Ik denk, ik geloof dat er een stuk of 10 verenigingen overgingen dit jaar. Maar ik denk dat het merendeel gaat kiezen voor die zaterdag gewoon. Ja. Maar moet het dan eens, nu op dit moment is het een ideaal moment als goed naar die voetbalpyramide in zijn geheel wordt gekeken. Het zaterdag, zondag. Ik bedoel, in de hoofdklasse wordt al heel lang gesproken over samenvoer van de zaterdag en de zondag. En op zaterdagavond voetbal, weekendvoetbal. Het wordt weekendvoetbal willen ze niet meer gebruiken, zeggen ze. Maar wordt dan niet door dit nou hier op dit niveau van derde, vierde klasse wordt gesteggeld. Wordt er dan eens tijd om eens gewoon eens even een periode van rust in te lassen en eens goed die piramide te gaan bekijken. En eens één keer alles goed te gaan doen. Ja, maar ook de wedstrijd. Want jij geeft al aan de hoofdklasse. Nu kijk ik dit jaar ook RKVV. Dat is natuurlijk een verschrikking. Als je ziet van de afstanden die mensen moeten gaan afleggen. Dat is post. Ja, maar dan moet het toch wat breder bekeken worden. Het wordt nu zo incidenteel. Nu vierde klas weer en wel of niet. Het zit gewoon niet goed. Ga gewoon, neem eerst de beslissing. Halen we de jongteams uit bepaalde niveaus. Dan kan er een doorschuiving naar boven plaatsvinden. Kijk dan hoe je verder die piramide opbouwt. En neem dan een beslissing. En ga niet apart over die derde en vierde klas. Omdat de reisafstanden te groot zijn of zo. Het ligt veel dieper in mijn beleving. Ja. Maar goed, het laatste woord is daar zeker nog niet over gesproken. Ander onderwerp. Vorige week werd ineens bekend dat de directeur van ADO Den Haag, Matthijs Manders, de club gaat verlaten. Hij heeft een mooie andere job aangeboden gekregen. Dat is voor mij geen verrassing, maar Tom. Dat hij deze job kreeg? Nou, die job wel, maar dat hij zou vertrekken, dat had ik wel begrepen een beetje al. Ja, goed, het komt natuurlijk toch heel erg ongelegen nu. We zitten in die half mei. Ja, en de competitie is afgelopen. We moeten natuurlijk toch gaan kijken hoe gaan we Den Haag, wat gaan ze doen in de toekomst met versterking. Maar Manders is natuurlijk de enige tekenbevoegde bij ADO op dit moment, die dus alle contracten en alle andere belangrijke zaken moet afhandelen. Er zal wel een interim even komen. Nou ja, het lijkt me wel logisch, want dat moet wel gebeuren, maar dat is heel kort termijn, want die moet wel benoemd worden, die interim, door de Raad van Commissarissen of door de aandeelhouders. Dat weet ik niet precies hoe dat in elkaar zit, maar in ieder geval, ja, er zal toch, en het is zo kort dag, dat eigenlijk moet, gisteren had hij eigenlijk al benoemd moeten zijn als het ware. Ja. En ik denk ook dat ze achter de schermen wel heel druk bezig zijn om toch snel iemand naar voren te gaan schuiven, om interim de zaken waar te nemen voor een bepaalde periode. Met ze misschien een gevolg dat hij daarna dus definitief mag plaatsnemen als voorzitter. Wat is de suggestie dan? Nou, ik heb er wel over zitten denken. En ik denk toch, het moet iemand zijn die ervaring heeft in de voetbal, die affiniteit heeft natuurlijk voetbal, maar die van alle markten een beetje thuis is. En hij is in het verleden ook al eens een keer bij ADO genoemd om in de Raad van Commissarissen te doen. Dat is Martin Toet, oud speler. Is een bijzonder intellectuele man die in ieder geval ook affiniteit met de voetballerij heeft. Ja. Zou een kandidaat kunnen zijn. Voor de interim of voor definitief? Nou, misschien ook wel voor definitief. Ik meen, maar hij schijnt een hele drukke baan te hebben. Dus ik weet niet hoe dat in elkaar zit precies. Maar kijk, hij hoeft ook niet alles te doen. Dat doet Manders ook niet. Je moet een goed team om je heen bouwen natuurlijk. Het zijn roerige weken gaan het worden inderdaad. Sportief gezien mogen we niet klagen met deze stand. Een beetje toch. Kijk, zijn vertrek komt misschien een beetje op een ongelukkig moment. Ja, hè? Heel ongelukkig natuurlijk. Ja. Dat is maar duidelijk. Hoe kijk jij nou terug op 3 jaar Manders? Nou, ik moet zeggen dat ik vind, hij heeft het niet slecht gedaan, laat ik dat vooropstellen. Alleen ja, ik begrijp dat in China waren ze toch niet zo tevreden over de rode cijfers die nog maar boven blijven drijven.
Maar ik vind, hij heeft de club goed vertegenwoordigd. Hij heeft toch de strijd aangegaan met Wang. En ja, daar knelt het ook nog wel een beetje volgens mij. Vooral bij de Chinezen heb ik het idee. Maar je merkt er niet veel meer van. Het is vrij rustig. Nee, ze zijn natuurlijk, nou ja, ze zijn een aantal maanden geleden, is er een delegatie van ADO naar China geweest. En daar zijn toch ook wel spijkers met koppen geslagen, heb ik begrepen. En ja, een van die gevolgen is volgens mij dat Manders dus nu zegt... Ik vind het ja, maar aan de andere kant, dan zou je toch kwaliteit hebben. Anders word je toch ook niet benaderd door de ECV. Nee, ik bedoel, maar, daar zitten ook niet nee, maar natuurlijk, Manders heeft hele goede kwaliteiten, ongetwijfeld. Ja. En ik heb hem zelf natuurlijk een paar keer ervaren in vergaderingen. En ook één tegen één gezeten met onder andere over de oud-spelers gesproken. En het is een man met ontiegelijk veel goede kwaliteiten. En hij zal natuurlijk ook zaken misschien toch verkeerd beoordeeld hebben eens een keertje. Dat kan gebeuren. Maar goed, hij loopt ook nog niet zo lang mee natuurlijk. Hij heeft natuurlijk ook in de niet altijd de makkelijkste fase ook even gezeten bij Adel Den Haag. Maar hij heeft het wel langer volgehouden dan menig van zijn voorganger. Ja, natuurlijk. We hebben natuurlijk... Het was Langebach volgens mij. Die ging in 2006 weg. En daarna heb je natuurlijk... Ja, het was een kerkhof van directeuren natuurlijk. Ja. We hebben gehad Kees Drieberg, Jan-Willem Wicht gehad, we hebben Piet van der Pol gehad. Fontijn nog eventjes, ja. Interim toen, die was inderdaad interim. Ja. Maar goed. Ik kan hem niet als inhoudelijk beoordelen, maar ik heb wel een keer een interview van ons gezien, Rob Blankenstein, met hem. Hij vertegenwoordigt de club wel goed, hij heeft goed zijn verhaal. We hadden een negatief resultaat en Rob vroeg er nog op door van hoe hij daar dan mee omging. Maar hij wist het zo te verkondigen of we net eigenlijk een jaar winst gedraaid hadden. Dat is niet alleen bij ADO, dat is bij alle BVO's natuurlijk, zeker in de eredivisie. Het is heel moeilijk om geen zwarte, maar groene cijfers te schrijven, zal ik maar zeggen. En wat dat betreft heeft hij wel wat bereikt. Hij begon met 3,2 miljoen negatief. Seizoen daarna 3,1. Dit seizoen zijn nog niet bekend, maar waarschijnlijk 2 miljoen. Want daar moet je ook in calculeren natuurlijk de opbrengst van de transfer van Johnson bijvoorbeeld. Nou, transferinkomsten in zijn eerste jaar was maar 100.000 euro. Tweede jaar 6 ton. En ik denk het derde jaar dan met Johnson dat het rond de 2 miljoen zal liggen. Dus al met al is het wat dat betreft niet helemaal negatief dus. Ja, en het is wel zo dat de toeschouwersaantallen zijn toegenomen. Er wordt gezegd 1000, maar goed, laat het de helft zijn. Het aantal seizoenkaarthouders was eind 16-17 was dat 4000. Nu zitten ze op 5500. Dus al met al, dat soort dingen... Stappen vooruit zijn allemaal positieve zaken natuurlijk. Ja. Maar dat heeft hij ook gezegd. Hè? Kleine stapjes nemen en dan langzaam een stabiele club worden. Klopt. En die constant eigenlijk in de linkerrijtje zou gaan spelen. Nee. En sportief gezien in die laatste 3 jaar, niet slecht gedaan. Vorig jaar 7, dit jaar 9e. Ik bedoel dat wij... Goed, dat sportieve verhaal dat straalt af op Van Bas natuurlijk. Ja, niet op een algemeen directeur. Dus. Ja, maar Ton, even nog voor wat betreft zijn opvolger. Ik hoor net over interim mensen. Maar onderschat niet dat een definitieve opvolger dat vrij snel kan gaan hoor. Ja. Als er al een kant-en-klare functiebeschrijving ligt. En tegenwoordig heb je recruiters. Ja. Dan is dat één belletje. En dan morgen heb je een lijstje met 5 of 10 mensen. Ja. En dan hoef je alleen maar even te gaan zitten. Je zou in theorie, heeft zo'n man nog wel een opzegtermijn. Maar het kan snel gaan. Pieter, er moet wel een man met een voetachtergrond zijn. Het moet een voetman zijn. Ja, dat wil ik ook. Kijk, en ja, er zijn er niet zo gek veel volgens mij hoor. Goed, omwille van de tijd wil ik toch nog even snel terug naar het actuele voetbal bij de amateurs. Even terug en misschien ook gelijk een beetje vooruitblikken. Bij het amateurvoetbal beginnen op zaterdag, de hoofdklasse. Ja, daar is het spannend, met name onderin. Nooddorp liet het natuurlijk lelijk liggen tegen Xerxes. Ja, zeer zeker, want die gingen met 2-0 onderuit. Terwijl DFS, de ploeg die ze eigenlijk door die min 3 punten nu voorbij zijn gegaan, daar een week eerder wel met 5-0 wonnen. Ja, dan is het natuurlijk komende zaterdag echt alle hens aan dek. Maar DFS heeft ook geen makkelijke tegenstander. Dus... Spelen thuis tegen Swift en die hebben de punten ook nog nodig. Ja. Tegen Joden Boys dat is ook niet zo makkelijk. Joden Boys speelt na competitie, die zal niet veel risico lopen. Dus ik verwacht wel dat Nooddorp uiteindelijk op die na-competitieplek terecht zal komen. Ja, en dan wordt het natuurlijk even... Wie gaat er dan uiteindelijk als tegenstander uit doet? Wij hadden vorige week allemaal het idee, Xerxes is een makkie, dan gaan ze helemaal pakken en dan zijn ze veilig. Ja. En je ziet wat er gebeurd is. En nu staan de mensen natuurlijk scherp. Ja. Ja. Ik zou geen voorspelling willen doen dat, zoals jij zegt, dat Nooddorp dan zomaar eventjes niet gaat winnen. Ik verwacht wel dat ze uiteindelijk op die na-competitieplaats terechtkomen. Dus DFS onder zich houden, laat ik dan zo zeggen. Ja, maar het biedt me het mee eens, maar dan kom je daarop. Ja, daarna worden we allemaal bepaald natuurlijk. Nee, je bent er nog niet. Nee. Ik bedoel, kijk, de wedstrijd bij Xerxes was een waarschuwing. Nu moet je het thuis waar gaan maken.
Als we kijken in 1B onderin, nou, Westlandia pakt hele belangrijke punten. En die Hagen deed het heel knap, ruime overwinning bij Brielen. Ja, die speelde zich gewoon in veilig uit. Ja, de grootste overwinning van het seizoen geweest van Wim de Jong met zijn mannen. En ja, chapeau voor die Hagen hoe ze het gepresteerd hebben. Want ze hebben eigenlijk het hele jaar niet de vaste voorhoede kunnen gebruiken door blessures. Ja, en als je dan toch nu je eigen veilig speelt, dat is een mooi resultaat. Alleen onderin, ja, daar komen nu vier ploegen nog een aanmerking voor die ene plaats. Want Delta Sport zijn natuurlijk al gezien. Ja. Het gaat om één plaats nog maar. Ja. Maar RVVH, die staan nu drie van onderen met 28 punten. Ja, die spelen zaterdag thuis. Als die winnen, hebben ze zelfs nog de derde periode waarschijnlijk. Ja, en Westlandia moet ook nog minimaal een punt gaan halen. BCVB gaat naar Forumsport toe. Ja. Nou, dat wordt ook eventjes toch niet zo makkelijk. Forum heeft alle belangen. We hebben nog belangen. Maar ja, goed, en dat wordt aardig met de Bokkenburg ook. Die Hagen tegen Honselsdijk. Want afgelopen zaterdag leek Honselsdijk, of leek Forumsport natuurlijk hele goede zaken te gaan doen daar op de Strijdhorst. Ja, die krijgen natuurlijk eigenlijk de enige gevaarlijke actie van Honselsdijk. Ja. Het staat 1-1 en we zijn die wedstrijd allemaal geweest. We hebben het gezien. Die Tom van Veen, die zal er een keer staan en die stond er ook inderdaad. Ja, dat was de enigste echte uitval van ze en hij schop hem er gelijk in. Ja goed, en ik denk toch dat Honselsdijk daarnaast gaat grijpen. Ik denk toch dat die Hagen zaterdag de wedstrijd gaat winnen tegen Honselsdijk. Ja, en dan als Forumsport het over. En dan hebben ze mogelijk de vierde plek die misschien recht geeft op die nakomt. Nou, geeft zeker recht. Goed. René, als ik even Ton mag, even toch een zijstapje hoor. Want René zit naast me en die zit vaak bij die Hagen. En jullie zitten allemaal vaak bij die Hagen. Maar ik niet hoor. Jij ik niet. Kom hey, sorry. Jij bent, dat is waar. Wel in het Westland. Dat is waar. Maar Wim de Jong, ik bedoel, als hij dit nu weer zo gered heeft op deze klas. En die man heeft in de afgelopen jaren zoveel goede resultaten behaald. Ik lees toch te weinig credits hoe hij het weer voor elkaar gekregen heeft om nou zo'n ploeg ineens door te laten stomen. Naar twee promoties, toch weer te handhaven zo'n niveau. Die man die is toch een wereldtrainer. Tuurlijk, Wim heeft het geweldig gedaan. Twee keer achter elkaar gepromoveerd. Niet veel erbij gekregen, wel wat, maar hij heeft nu ook dit jaar heel veel pech gehad. Ja, en alle credits zijn voor Wim en dat, in de vereniging wordt hij ook bijzonder gewaardeerd door iedereen. Terwijl hij eigenlijk een jaar of twee geleden had gezegd van ik stop ermee. Ja, en toen had hij Robert Suut bij hem als assistent trainer en die wou hij eigenlijk opleiden, die doet nu de tweede. Maar ja, Wim is nog zo bezeten van het spelletje en is nog zo vreselijk fanatiek. We hebben het net erover gehad, de trainers moeten een voorbeeld geven. Nou, Wim wil nog wel eens uit zijn dak gaan. Ja, dat komt dus door zijn haardos een beetje, heb ik het idee. Maar in ieder geval, hij heeft fantastisch gedaan. En hij heeft echt, niet alleen bij die Hagen, maar ook bij HBS in het verleden, overal waar hij geweest is, heeft hij succes gehad. Ja, Pieter, wat jij zegt, kan je hetzelfde zeggen over Piet Boon natuurlijk. Hè? Ja. Nog wel meer, denk ik. Ja. Goed, we gaan snel naar de tweede klasse C. Heel spannend bovenin natuurlijk. DSO stond bovenaan. Voorschoten, een beetje een rare uitslag hebben. THVV maakte zoveel doelpunten. Nu staat op doelsaldo natuurlijk ineens Voorschoten bovenaan. Dus ook hier, de laatste competitieronde, wordt natuurlijk heel spannend. Nou, ze hebben allebei een doelsaldo van plus 27. Ja. Alleen Voorschoten heeft vier keer meer gescoord. Dat gaat uiteindelijk de beslissing brengen, als het inderdaad zo blijft, qua punten en qua doelsaldo. Dan gaat tellen wie het meest gescoord heeft. Nou, en dat is Voorschoten. Ja, en Voorschoten speelt zaterdag tegen Ter Werven. Huip van Oostenpsoelen is trainer van de zondagtak van Voorschoten. Dus als dat een beetje geregeld wordt, voorzie ik een uitslag van minimaal 5-0. Ik verwacht dat helemaal niet, eerlijk gezegd. Ik begrijp wat je zegt, we kennen Huip allemaal. En dat is niet de man van sjoemelen en rommelen. Er ligt een band natuurlijk. Misschien dat de spelers zich, die kennen elkaar onderling en die dat ze op een of andere manier hem een dienst willen bewijzen, maar het zal zeker niet aan Huip zelf komen. Nee, dat hoef je maar niet zeggen. Maar het kwam een beetje. We gaan het in ieder geval afwachten. 3B, ook heel spannend, nog een komend weekend. Patrick Kranenburg op kop, KMD een puntje erachter. Pakte voor afgelopen weekend toch knap de winst bij Naaldwijk. Maar nou moet Waterveld Kranenburg wel naar Maasdijk toe. Ja, en Maasdijk is nog niet veilig, want die moet dus winnen. Willen ze vanaf die degradatieplaats wegkomen, eigenlijk geen nacompetitie gaan spelen. Ja, en Kranenburg is toch niet meer het Kranenburg van voor de winterstop. Ze hebben natuurlijk toch wel wat steekjes laten vallen. Ja, en het zou natuurlijk een verschrikkelijke deceptie zijn als Kranenburg niet promoveert en dat KMD met de buiten vandoor gaat. Dat kan me wel voorstellen. Maar dan zijn er velen die je achter hun oor gaan krabbelen in Den Haag. Goed. Knappe winst voor KMD overigens afgelopen zaterdag in Naaldwijk. Ik pak gisteren training woensdagavond nog eventjes bij Adenhaag en hij stond bovenaan op de periode. Ja. En hij moest eigenlijk winnen om zeker te zijn dat hij die periode gaat halen. Maar
Gisteren zou naar Victoria 04 gaan in Vlaardingen. Alleen financieel is hij er niet uitgekomen. Nee. Okay. Heb je al een gesprek gehad daar, ja. Goed, tenslotte 4D. Nou, dat is een uitgemaakte zaak. Daar wordt Loosduinen gewoon de kampioen. Spelen nu tegen Wanica Star, dus ja, daar gaat niks... Nee, er gaat niks meer fout. We gaan snel naar het zondagvoetbal. Gaan we ook even kijken. Derde divisie. Was bij Westlandia op de Hoge Boom een afscheid van Aad van Holstein. De leider die al jarenlang actief is. Maar ook van Marco van der Knaap. Het was een beetje het Robin van Persie verhaal. Hè? Ik bedoel, dan wil je het graag leuk afmaken. Maar zelfde uitslag als van Persie, ook de 0-2. Stijf met lege handen. Wat dat betreft een beetje lullig, maar goed. Want de Knaap blijft wel behouden voor de vereniging. Komt in de technische commissie. Natuurlijk een fantastische voetballer. De meeste duels gespeeld in zondag 1 van allemaal. Dus ook een hele positieve Knaap. Alleen het is een beetje lullig dat die afscheidswedstrijd dan in een nederlaag eindigt. Hetzelfde geldt over Groene Grunels. Groenels zal niet bij mij geweest zijn. Edwin Kennedy wil natuurlijk winnen. En die heeft daar 4 prachtige jaren gehad eigenlijk. Fantastisch gedaan. Gaat nu naar een hele mooie uitdaging naar Quick Boys toe. Ja. Maar Edwin had zeker die wedstrijd willen winnen, gezien toch zijn mentaliteit van altijd winnen, willen winnen. Zeker. Nou goed, en HBS, dat zie je. Goes nog allerlei belangen. En HBS pakt gewoon 3 punten. Mos het naar de maaltijd natuurlijk. Ja, het is gewoon jammer en het blijft jammer. Maar ik heb toch wel begrepen op de achtergrond dat HBS goed bezig is en volgend jaar een bijzonder aardig team gaan krijgen. Ik zag alleen dat die Donner van de Groot gaat ook naar Westlandia. Volgt Kevin Schutte. Ja. Oké, dat heb ik nog niet vernomen. Dus dat wel weer een aanleiding. Ik heb nog niet gehoord hoe het afgelopen is in de ledenvergadering, waarin de mogelijkheid dat is geboden werd. Er is nog geen besluit genomen. Om vergoedingen te doen. Dat vraagt om wat meer bespreking. Dan had ik toch wel last dat diverse spelers gezegd hebben dat ze komen, terwijl nog niet duidelijk is of de vergoeding uitgekeerd wordt. Maar daar zijn ze ook nog niet uit. Er waren ruim 100 mensen bij die vergadering, heb ik begrepen. En ik heb mensen gelopen die er heel nauw betrokken bij zijn. En het is nog geen gelopen koers over die vergoedingen, daar gaat namelijk het amateurvoetbal gaat daar niet over. Dat is het hoofdbestuur van HBS, die hebben daar een klap op de hamer moeten geven van dat ze akkoord gaan. Daar moet nog wel de nodige bespreking aan gewijd worden. En dat gaat pas geloof ik in juni, juli gebeuren dat ze weer bij elkaar komen. Okay. Goed, hoofdklasse, RKV, belangrijke winst bij een concurrent. Ja, heel bijzonder. Met name ook omdat heel twee belangrijke spelers, de keeper Maarten Krode en Remco Overvest, er niet bij waren. En RKV heeft toch een hele tijd een groot probleem gehad dat ze niet scoorden. Ja. En nu vliegen er ineens 4 in. Prachtig. En zeker ook omdat er een aantal spelers die normaal gesproken niet in de basis stonden, nu mee mochten doen. Ik vind het van Mauricio Secucci een ontzettende prestatie dat hij dit voor elkaar gekregen heeft. Ze willen het graag afmaken komend weekend. Dat zeggen ze, dat zijn we een beetje verplicht naar onze achterban. Want die zijn allemaal niet erg verwend geweest op de Kastelenring. Nee, klopt. Nee, ik heb diverse wedstrijden bekeken en het was vaak toch geen geweldig niveau. Maar scoren was altijd het probleem. Dat is het probleem. Je kan wel niet zo goed spelen, maar als je dan toch net iemand hebt die een doelpuntje maakt, dan kan je toch net je puntjes pakken. En dat ging fout dit jaar. Ja. Maar ik zie dat nou wel gebeuren. Ze spelen tegen Meersen thuis. Ze spelen nergens meer voor. Dus dat ene punt gaan ze minimaal halen. En het is alleen maar goed dat RKV erbij blijft natuurlijk. Ja. Ja. Eerste klasse B, dan vraag ik me af, door het wegvallen van BMT moet Velo natuurlijk de na-competitie in. Nou, ik kan me niet voorstellen dat hij nog gaat beginnen. Ik denk dat hij aanstaande zondag afscheid neemt van het zondagvoetbal. Alle geluiden die wijzen erop. Nou goed, Hans van Laar heeft het ook in de uitzending vorige week gezet. Als zijn zoon speelt er natuurlijk in dat ze echt niet die na-competitie gaan voetballen. En ik neem aan dat met name dan, want dan zou je verwachten, met name van John, Louis de Letter en de oud-voorzitter Piet Vijverberg, dat die misschien nog zoiets hebben van dat kunnen we niet maken. Maar ik denk niet dat dat reëel is. Ze hebben ze ook al teruggetrokken in de Westland Cup. Precies, dat geeft al eens te meer aan dat ze snakken naar het einde van het seizoen. En dan ben je nog minimaal 2 of 3 wedstrijden bezig. Dat gaan ze echt niet doen, denk ik. Nee. Goed, dan kijken we nog even in 2C. Ja, HVV loopt daar het risico dat ze niks hebben. Gingen lelijk onderuit in de laatste minuten gisteren 2-1. Een streep door de rekening. Want ze zijn nu toch echt afhankelijk van de concurrentie, wat die doen en zelfs ze moeten winnen. Ja. André Wetzel, die hoorde ik gisteren op de radio, die gelooft er helemaal niet meer in. Hij zegt, we hebben een fantastisch seizoen gehad, want vorig seizoen was een degradatie bijna. En nu hebben ze zich gehandhaafd, dus daar rekenen ze ook totaal niet meer op. Wat wel frappant is, de tegenstander van gisteren natuurlijk RFC 33, waar Dennis Olmen nog steeds is, die staat er wel bovenaan in die derde periode. Dus maar die hebben ook een geweldige serie neergezet. Precies, een hele sterke serie. Klopt. Ik geloof niet verloren. Nee, bijna alles zonder en misschien 1 of 2 gelijke spelers. Dus die gaan misschien nog op voor promotie naar de eerste klas. Onderin ook heel interessant in 2C.
Ja. Zonder meer. Ik ben gisteren bij het laagkwartier geweest. Nou, die wonnen. Het tekende toch een 5-2. Het was toch wel spannend op een gegeven moment. Maar punten waren hard nodig voor Laakkwartier. Alleen ja, daar onderin met Ona, Esto en Stompwijk. Dat wordt nog een aardige strijd. Ja. Laakkwartier zou officieel nog één punt moeten halen. Maar ook al zouden ze liefst, denk ik dat, want ze hebben een plus saldo van in doelpunten. Ja, dat moet voldoende zijn eigenlijk. Ja, het is wel leuk hè, dat heel veel klassen eigenlijk beslissingen vallen zowel bovenin als onderin op de laatste speeldag. Ja, even over Laakkwartier. Ik heb, als ik de stand goed bestudeerd heb, is het Laakkwartier die toch de sleutel heeft van deze competitie. Of HVV in de na-competitie gaat. Want zover ik zat te rekenen, als Laakkwartier wint en HVV wint zelf ook, dan is HVV op een plek voor de na-competitie. Laakkwartier moet uit naar Roebuck. Ja. Ja. Teiling doet ook nog mee hoor, Teiling. Ja, maar dan moet HVV tegen. Ja, het is... Tak als HVV is kampioen geworden. Die hebben een periode gepakt. Ja. Bolzer heeft al een periode. In de derde periode staat RC 33 bovenaan. Ja. Dan gaat de periodetitel van Tak gaat naar de nummer 2. Ja. En dat is op dit moment Roebuck. Klopt. En dat dus HVV komt er echt niet meer aan. Maar als HVV wint van Teilingen en dan toch eindelijk kunnen ze in theorie nog op de derde plaats komen. Ja, dat is onvoldoende. Je moet tweede eindigen. Om de periodetitel over te kunnen nemen van Tak. Daar gaat het om. Goed, tenslotte kijken we ook nog eventjes in 3B. Hadden we de wedstrijd Hamershaar tegen Wilhelmus. Pittige wedstrijd geweest. Belangrijke punten van Wilhelmus. Ja, ze staan met 1B. Nu staan ze in een klasje hoger. Die gaan promoveren en verdienen het ook eigenlijk. Ik denk het ook wel, joh. Ja, ze hebben de reguliere competitie, stonden ze ook bovenaan. En dat is gewoon toch ook een kwestie van goed beleid gevoerd de laatste jaren. Ze zijn toch teruggekomen. We hebben hele diepe dalen hebben ze doorstaan de laatste jaren. En het zou alleen maar leuk zijn als volgend jaar in de tweede klas spelen. Ja, lijkt mij ook. Niks aan toe te voegen. Wat nog aardiger wordt, is natuurlijk komende zondag in Rotterdam, Koolhamers. Ja. Ja. Dat wordt dan hele belangrijke. Ja, Hamersa heeft genoeg aan een gelijkspel normaal gesproken. Want dit is een beter doelsaldo. Ja. En Kool had maar één opdracht, ze moeten winnen. Ja, jij zei het vorige week, het kan nog wel zo zijn dat Kool dadelijk vandoor gaat met de buit. Ja, en aan Hamersa, die moet dan verder in de na-competitie gaan spelen. Plek 3 tot en met 5. Ja. Ja, dan wordt het een tombola. Ja, ja. Zeker. Nou goed, we gaan het allemaal afwachten. Heer, ik had nog veel meer punten staan, maar we zijn aan de tijd. Bedankt René, Pieter, Rob voor jullie inbreng. Thuis bedankt voor het kijken. Dit was Haaglanden Voetbal Weekend. De laatste aflevering van het seizoen. Natuurlijk zijn we er volgend seizoen weer. Dank voor uw aandacht. En graag tot de volgende keer.